Ja, als ondernemer heb je eigenlijk ook een soort klein mini-maatschappijtje waar je gewoon in leeft met je medewerkers. Bijna een soort gezin, of in ieder geval een soort van ja, een community, een gemeenschap. Iedereen weet, dat is echt geen nieuws, dat als je medewerkers het naar hun zin hebben, dat ze ook beter presteren. Dat is goed voor het bedrijf, maar het maakt het werk ook gewoon leuker. Ook voor jou als ondernemer. Ik bedoel, waar ga je iedere dag naartoe? Is dat een beetje leuk? Ga je er met plezier naartoe of niet? Dat geldt ook voor jou. Nou, er zijn 3 dingen die met geluk op het werk te maken hebben, die belangrijk zijn om in de gaten te houden. En je zou kunnen zeggen, dat draait om plezierig werken, dat draait om goed werken en dat draait om, noem het maar, betekenisvol werk. Plezierig werk draait om dingen als vriendschap. Gewoon lol hebben met elkaar, je gewaardeerd voelen. Dus toon waardering voor de mensen om je heen. Zorg dat er een goede, sociale, leuke sfeer in het bedrijf is. En daar moet jij het goede voorbeeld in geven. Daar begint het nou eenmaal mee als ondernemer. Tweede, goed werk. Mensen ervaren werk als goed als ze het gevoel hebben dat ze hun talenten, dat ze hun sterke punten, dus de dingen die ze én goed kunnen en leuk vinden, ook kunnen inzetten. Dus praat erover met je mensen. Neem minstens eens per kwartaal de tijd om een 10-minuten gesprekje te doen. Vraag aan mensen of ze het gevoel hebben dat wat ze echt goed kunnen, ook echt kunnen inzetten in het bedrijf. En als derde, betekenisvol werk. Mensen worden gelukkiger van hun werk als ze het gevoel hebben dat het ergens over gaat wat verder reikt dan het korte termijn eigen belang van henzelf, van de baas of van het bedrijf. Dus streef met elkaar ook maatschappelijke doelen naar waar ook je medewerkers harder van gaan lopen, waar ze zin in hebben. 3 niveaus die meehelpen om eigenlijk met z'n allen gemotiveerd te blijven voor die onderneming.